In pak een beet 200 voor Christus. We kijken niet op een jaartje meer of minder geschrijft. Plautus, zijn toneelstuk de Aulularia. Dat doet hij in het Latijn. En het vervelende van dat toneelstuk is dat het eind is zoek. En dat bedoel ik niet figuurlijk, dat is heel erg letterlijk. Het laatste stuk, het slot, is niet overgeleverd. En dat heeft hij natuurlijk wel geschreven. Zeker wel. Het is niet zo dat hij dus dat het een open einde is. En dat hij toen het toneelstuk min of bijna klaar was, dat hij de acteurs ineens de opdracht gaf van nou, ga nou maar buigen voor het publiek en dan kan het publiek naar huis. En moeten ze thuis zelf maar een eind eraan zien te breien. Nee, het had wel degelijk een einde. En uit andere overleveringen is ook wel te reconstrueren hoe dat einde dan was. Maar de tekst zelf van Plautus is er dus niet het einde. Een heel groot stuk is er gewoon wel. Dat is gewoon wel best. Er is best veel van het toneelstuk gewoon wel. Dus dat is dan het probleem niet. Bovendien is het ook het stuk dat dan weg is. Nou, dan is het verhaal zo ver op weg dat het kan maar één kant uit. En toch hebben schrijvers het leuk gevonden om daar dan zelf iets van te maken. De Franse schrijver Molière heeft met zijn L'Avare er een versie van gemaakt. In het Nederlands kennen we de versie van P.C. Hooft, Warenar. Geschreven door P.C. Hooft en misschien ook wel met Samuel Koster erbij. Ja, dat is niet helemaal zeker. Ze waren goed bevriend. En Samuel Koster stond bekend voor zijn grote kennis van het Amsterdamse dialect. Hij kon dat blijkbaar goed nadoen, hij kon dat netjes opschrijven, et cetera. Dus als het gaat over hoe praten de mensen in Warenar, het speelt zich af in Amsterdam en ze spreken soms ook echt plat Amsterdams. Dat zou best wel eens of door Samuel Koster geschreven kunnen zijn, of dat PC Hooft Samuel Koster hulp gevraagd heeft. Maar ja, dat doet er niet zoveel toe. Het is een heel grappig stuk, omdat het op een aantal plaatsen volstrekt absurd is. Het basisidee is, er is een man en die heeft een pot met geld. En die man die heet Warenar, nou in dit geval Warenar, ja, dan weet je al dat die man niet helemaal goed bij zijn hoofd is. Hij is immers een Warenar en die heeft een pot met geld. En hij denkt dat iedereen achter zijn geld aan zit. Dus alles wat hij hoort, interpreteert hij als, ze weten dat ik een pot met geld heb. En ze willen het van me afpakken. Dus hij wordt er ook paranoïde door. En hij ziet en vermoedt overal complotten tegen hem. Terwijl je ook als lezer of als toeschouwer, als je een uitvoering bekijkt, echt wel weet van, nou ja, dat gaat er totaal ergens anders over. Maar in het hoofd van Warenar gaat het alleen maar over dat geld dat hij heeft. En hij heeft zelfs niet eens door dat zijn dochter zwanger is, hoogzwanger, dus ze moet met een enorme dikke buik rondlopen. Ze krijgt ook in het toneelstuk zelf een kind. Dus dat is een het gaat heel snel, dat het een heel snel kind is. En dat heeft hij eigenlijk niet eens door. Die man is zo geobsedeerd door dat geldbedrag, dat hij niet door heeft wat er verder in zijn huishouden gebeurt. Dat die dochter, en dat is wat minder leuk ding aan het verhaal, verkracht is. Er zitten ook wat triestige dingen zitten erin. Maar je zit op een gegeven moment ook eigenlijk in die ventse kop en je leeft met hem mee met dat geld. En dan op het einde, en dat is dan ook het rare er dan ook weer van, het loopt dus allemaal goed af. Hij komt er dan achter, hij wordt er blijkbaar van genezen. Het is een beetje alsof je in een stripverhaal, dan krijgt iemand een klap op zijn kop, hè, dan is hij zijn geheugen kwijt. En hoe moet dat geheugen dan weer terugkomen? Nou, dan moet je hem gewoon nog een keer op zijn hoofd slaan. Dan komen er van die sterretjes rondom zijn hoofd. In tekenfilms is dat ook. Dan komt het toch wel goed. En dit lijkt daar een beetje op. Dus die man die is geobsedeerd door het pot met geld, verwacht en dat ieder moment dat in gestolen kan worden. Hij komt er dan ineens achter dat dat niet zo is, dat de mensen het heus wel goed met hem voor hebben en dat de wereld helemaal niet zo vijandig in elkaar zit. En dan slaat hij om. Ineens als een blad in de wind, tjoep, slaat hij om en dan wordt hij ineens vrijgevig. En dan is het ineens een hele joviale man. Nou, zo'n
karakterverandering, zo'n staatsverandering noemden ze dat in de 17e eeuw. Staatsverandering is wanneer een personage van de ene staat naar de andere staat gaat. Van bedroefd naar vrolijk in een komedie, of van vrolijk naar heel bedroefd in een tragedie. Of dit is dan ook een komedie, van gierig naar vrijgevig. En dat is zo absurd, het is zo ongeloofwaardig, het is zo niet waar, dat het daarmee heel erg grappig wordt. Als je oog hebt voor dat soort bizarre details, dan staat Warenaar, ook al is het een stuk uit 1617, dan staat Warenaar nog steeds als een huis.